Ruim 40% van de volwassenen voelt zich eenzaam. Zuid-Limburgse gemeente, de provincie Limburg en de Katholieke Bond voor Ouderen die tekenen dit convenant nu om eenzaamheid gezamenlijk aan te pakken. Er wordt een convenant getekend tussen een aantal Zuid-Limburgse gemeenten om eenzaamheid gezamenlijk aan te pakken. Waar hoopt u dat dat toe leidt? Ja, Fabienne, we zijn hier vandaag inderdaad met een aantal gemeenten samen die allemaal het convenant van de coalitie ondertekenen. We hopen dat het leidt tot een regionaal sneeuwbaleffect, omdat eenzaamheid een groot probleem is. En we hopen samen dit te kunnen oppakken. Ja, eenzaamheid is een ernstig probleem. We weten met z'n allen dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt. Maar op het moment dat je echt langdurig eenzaam bent en ook geen verbinding maakt met andere mensen, of niemand is die naar je omkijkt of naar je omziet, dan is dat echt schrijnend. Eenzaamheid is niet iets wat je alleen kunt bestrijden. Eenzaamheid is iets wat je samen moet bestrijden. Maar eenzaamheid is ook een van de grootste problemen die we hebben, vooral in deze tijd. Als je gaat kijken naar zowel ouderen, senioren als ook jongeren, dan zie je dat eenzaamheid steeds meer voor gaat komen. De gemeente Heerlen en de provincie Limburg die hebben het convenant inmiddels ondertekend. Op naar de volgende gemeentes. Nou, in Kerkrade is eenzaamheid een groot probleem en wij vinden het belangrijk dat we dat samen met partners doen. En we kunnen dan op die manier ook van elkaar leren hoe we de aanpak zo effectief mogelijk kunnen inzetten. En daarvoor ondertekenen wij heel graag vandaag het convenant. Eenzaamheid wordt vaak gekoppeld aan oudere mensen die een levenssituatie meegemaakt hebben, maar het zijn ook vaak jongeren die dat meemaken. We gebruiken daarvoor ook een pilot op de middelbare scholen om de jongeren erbij te betrekken en om met hen samen geen voorlichting te geven, maar gewoon in het gesprek gaan met jongeren van waar zit die eenzaamheid dan in en hoe kun je dat probleem aanpakken. In Landgraaf doet u veel om eenzaamheid tegen te gaan. Waarom vindt u het als gemeente belangrijk om dat gezamenlijk ook met andere gemeentes te doen? Het fenomeen als eenzaamheid houdt niet op bij de grens. Als je straks Landgraaf uitrijdt, dan houdt niet de eenzaamheid op. Een straat verder, in Heerlen of een Kerkrade of noem maar op, is ook eenzaamheid. En daarom moeten we het ook ons gezamenlijk probleem maken, zodat we het ook gezamenlijk met de regio kunnen oppakken. Nou, al heel wat handtekeningen verzameld. En nu Valkenburg. Ik hoop natuurlijk dat gewoon alle gemeentes in Zuid-Limburg hierbij aansluiten. En dat we dus samen daarin een blok kunnen vormen. Want dat zal ons alleen maar sterker maken in de strijd tegen dit maatschappelijke probleem. En ik hoop zelfs eigenlijk, maar dat is dan mijn wensdroom gewoon, dat we dat met heel Limburg ook kunnen realiseren. En zelfs eventueel met onze buurlanden. Want daar zal het vast niet anders zijn dan bij ons. Meneer Fransen, eenzaamheid is van ons allemaal. Een groot bord hier in de raadzaal in Gulpenwittem. Wat zien we hier? Ja, we zien hier een getekend verslag. 1 oktober heeft er een conferentie, symposium plaatsgevonden in onze gemeente, omdat wij dat heel belangrijk vonden. Eenzaamheid is niet alleen in de grote steden, maar ook in de kleine dorpen, in de kernen. En het is een van de speerpunten van de gemeente Gulpen-Wittem. En we willen samen met de politiek, samen met de bewoners, willen we daar mee aan de slag. En zeker nu in het kader van corona bereiken ons heel veel geluiden van ouderen die eenzaam zijn, jongeren die nergens naartoe kunnen. En daarom willen we dit gezamenlijk met iedereen, willen we dat in onze gemeente gaan oppakken. In Beek werken we samen met alle KWO's. Zij actief, die hebben zich verbonden in één stichting Beek Samen. En zodat we samen die eenzaamheid met alle verenigingen kunnen aanpakken. En als we dat dan nog kunnen verbreiden en verspreiden over heel Limburg en we kunnen gezamenlijk één aanpakken, dan worden we daar samen beter van en dan worden we ook samen sterker van. We vinden het belangrijk om mensen die eenzaam zijn, om die te helpen, te ondersteunen. En dat doen we graag als gemeente. En we doen dat het liefst samen met andere gemeenten. En hoe meer gemeenten daarmee doen, hoe beter. Hoe samen kun je zijn als je met 9 gemeentes, nog maar 9 gemeentes, bezig bent? Graag worden we dat heel veel. Wat hoopt u dat het gezamenlijk convenant van de collega-gemeente, de KBO en de provincie Limburg teweeg brengt? Dat we eens een keer ophouden met praten over eenzaamheid en dat we echt wat gaan doen. En, jij en ik, we kunnen het allemaal. Ga eens bij iemand langs, breng een bloemetje, geef een kaartje, maak een praatje en dan zijn we een heel stuk verder. Nou, eenzaamheid op dit moment speelt het eigenlijk meer dan ooit. En vrij recent, dat heeft u ook kunnen lezen in de krant, is er met name ook heel veel aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. En daar wil ik mij als portefeuillehouder eenzaamheid van de gemeente Sittard-Geleen echt hard voor maken. Dat consequent onder de aandacht brengen
En ik denk dat een samenwerking op Zuid-Limburgse schaal, dat we daar dan echt meters in kunnen maken. Alle handtekeningen staan erop. Mooi begin van de regionale aanpak. Samen tegen eenzaamheid.